M-Lab blikt al een tijdje terug op 50 jaar musicalgeschiedenis. Deze keer zijn de jaren 70 aan de beurt. De tijd van cabaretgezelschappen en de glorietijd van Jasperina de Jong. Goedemiddag. Frans, goedemiddag. We zijn hier aan het repeteren voor De Engel van Amsterdam. Nou, de meeste van ons kennen dat niet. Het is iets duisters uit de jaren 70. Ja, ik had de zin wel eens gehoord, De Engel van Amsterdam zei me ergens wel wat. Maar er zijn ook wel 5 cafés in Amsterdam die zo heten, dus misschien daarom. Maar ergens zat het in mijn achterhoofd, maar ik kende het eigenlijk ook niet. Ik kende wat liedjes ervan, die had ik wel eens gehoord en dat vond ik wel leuke liedjes. En ik ben wel fan van de muziek van Joop Stokkerman. Jasperina de Jong, dat is wat ik wist. Ja. Maar voor de rest wist ik helemaal niet en niets. En ik heb ook niks bekeken. Ik heb heel even de cd geluisterd en dat was het. Ja. En wat voor gevoel bekroop je toen, dat even luisteren? Nou, ik dacht wel, muzikaal gezien past het bij me. Lieve heer, kunt u mij zeggen wat je voor een engel koopt, die in plaats van hulp te bieden ieder voor de voeten loopt? En Koen is iemand die, als hij zegt, ik denk dat jij daarvoor geknipt bent, dan geloof je dat gelijk. Dan hoor je dat niet in twijfel te trekken. Nou, het is een man met een grote mate van geloofwaardigheid. En dan geloof ik dat zelf ook. En ik dacht, ik snap het ook wel, want omdat ik het past in een reeks van musicals uit verschillende... Decennia, de geschiedenis van de musical in Nederland. In de jaren 70 werden musicals vaak gemaakt door cabaretiers. Dus ik ben een cabaretier. Met een soort van sociaal-maatschappelijke relevantie. En dat heb ik via mijn kopspijkerstijd misschien een soort van aan me kleven. En kunnen schrijven. Dus je moet kunnen schrijven en satire en musical... En muziek. En nou, ik heb een pakket waarvan ik wel snap. Oké, dan snap ik wel dat je denkt, nou, het enige waarom ik ongeschikt zou zijn, is dat ik nooit geregisseerd heb. Ja. Ik heb jaren geleden gedacht en jarenlang gedacht dat cabaret en musical elkaar bijten. Musical is niet zo cool, maar ik zie steeds meer tegenvoorbeelden. Ja. Thomas, en ik zie nou jou. Nooit een hekel gehad aan musical? Nee. Uitbarsten in gezang? Nou, ik heb wel altijd mijn vraagtekens gezet bij de overgang scène liedje. Ja, inderdaad. Ik vind het. Ik hou ook meer inderdaad van muziektheater dan van echt de musical, waarin mensen werkelijk vanuit het niets beginnen te zingen. Ik vind het wel fijn als je dat ergens nog kan begrijpen, dat iemand dat doet. Nou, en dan bij De Engel van Amsterdam, als je de oorspronkelijke versie hebt gezien. Ja. Dat is helemaal 2 zinnetjes en in zingen uitbarsten. Ja, dat is hier minder in. Het is hier meer, Thomas heeft er meer een stuk van gemaakt met echt scènes en liedjes die eigenlijk het verhaal verder vertellen in plaats van onderbreken en dat is iets minder. Het verhaal loopt gewoon door, maar dan in een liedje. En welk couplet komt er dan? Welke tekst? Nou, en dan zingt Suus tekst. Oké. De reden van bewerken was dat het dat je een aantal dingen intact laat, maar het interessant maakt voor nu. En toen ik het las, schrok ik wel een beetje in die zin dat het echt allemaal heel erg gedateerd is inderdaad. Ja. Maar dat was ook wel weer de insteek. Namelijk, als je het nu leest, dan zeg je echt, dat kan echt helemaal niet. En dat geeft dan wel een soort drive van, dat moeten we dus allemaal omgooien. Dus ik heb het letterlijk omgegooid. Ik heb de generaties omgedraaid in een paar mannen- en vrouwenrollen. Ik ben daar eens mee begonnen. En dan blijkt er ineens van alles te kloppen. Dan krijg je weer nieuwe puzzels die je dan weer moet oplossen. En daar begint het echt te schrijven. Het is omgedraaid. Het is nu Gijsbrecht van Amstel is eigenlijk de burgemeester die het een beetje probeert in toom te houden. En zijn vader is een echte socialist die wil dat er meer moet gebeuren. En dat mensen de straat op moeten. En ik ben meer de theedrinkende variant. En de gedachte daarachter is, tegenwoordig is de jonge generatie zo rechts? Niet per se rechts als wel dat de echte oude socialisten die de barricade opgaan, die zijn een beetje weg natuurlijk. Je hebt meer inderdaad de liberalen, de Mark Rutte's, de Wouter Bossen, de keurige jonge mannen die een beetje eerder middel of de rood zijn dan dat ze echt gaan schreeuwen. Jij speelt?
Vosmeer. Ja, de rol die ooit door Leen Jongewaard is gespeeld, 36 jaar geleden. Ik hoorde net van Thomas dat hij alles, het verhaal, maar ook de karakters heeft omgegooid. Ja. Ben jij wel nog steeds iemand die met buskruid speelt? Dat wel, maar op een hele andere manier. Ah. Ik weet niet zo heel veel van de originele dingen. Ik weet ook niet precies hoe Leen Jongewaard het gespeeld heeft. Maar ik heb in ieder geval mijn eigen draai eraan aangegeven. Wat is die eigen draai? Nou, het is meer een Amsterdamse jongen, maar iets meer een harde zakenman als toen. Volgens mij was het toen meer een soort van gek mannetje. Een repelsteeltje. Ja, nou, ja. Dat dacht ik al, dat wil ik niet zeggen, maar ik dacht dat is het absoluut helemaal niet meer. Nee. Het is gewoon een mens nu die vanuit bepaalde redenen dingen doet. Slechte dingen doet. Maar daar heeft hij wel daar heeft hij zijn redenen voor. En wat psychologische, weet je, het is geen repelsteeltje meer. Het is gewoon een jonge man die gewoon weet van fuck, ik moet het regelen, want anders overleef ik het niet. Je kunt ook zeggen, het is gedateerd, dus het is interessant om zo was 1975 toch omgooien. Nou, daar heb ik nog over getwijfeld. Want dat zou ook een insteek zijn. Je zou het ook zo authentiek mogelijk kunnen maken. En dan zou dat behoorlijk grappig zijn. Als je allemaal vrouwen aan het zingen hebt met vrouwen, begrijpen de machtachtige dingen, dan is dat wel grappig. Dat had ook gekund, maar dan moet je het echt heel erg aandikken. En ik heb voor een andere vorm gekozen. Vrouwen, voorwaarts in de strijd. Weg met de bokken, vooruit. Wat moet je nu, een engel spelen? Raphaël? Dat is best lastig. Ja? Nee, dat is serieus. Ik lieg niet, ik vind het heel lastig. Ja, omdat het een engel is en ze moet een beetje sereen zijn. En in dit geval, in deze versie, weet ze ook niet wat ze er doet. En ze maakt er een ontwikkeling mee. Wat ik mooi vind, in de oude Engel van Amsterdam wordt ze mens. En dan wordt ze een beetje koddig. Wordt ze een beetje koddig op een Jasperine de Jong-achtige manier. En engelen zijn van oudsher hele magische wezens waar mensen heel zenuwachtig om doen. Dus ze kunnen ook angstaanjagend zijn. Een hoofddoekje jaagt ook ontzag aan. Mensen zijn er serieus over. Het is geen koddig ding. Het stuk is ook geknipt natuurlijk, dus het gaat heel snel. Ik moet zeggen dat ik af en toe een associatie met Cosette krijg. Ja, en dat vond ik ook heel lastig. Maar goed, het is natuurlijk heel anders en ik mag hier natuurlijk wel zingen. Ik heb er meer dan de helft uitgesmeten. En gewoon omdat ik heb niet de tijd om een musical van 4 uur te schrijven. Precies. En heel veel nummers die gedateerd zijn, bijvoorbeeld over waarom dragen wij eigenlijk kleren, waarom lopen we niet allemaal lekker naakt. Ik heb warme herinneringen aan Stokkermans, want ik klein was Hamel op tv. Ja. En ik hield erg van die muziek en ik had al die platen, dus ik heb er wat ik erin laat zijn en wat mooiere nummer. Heel veel een musical, maar ik ken wel wat dingen. Ja, wat hier in M-Lab gebeurt, zie ik wel veel van. En het Soldaat van Oranje, Turks Fruit, dat soort dingen, de wat grotere. Ja, die heb ik wel gezien, maar ik zie het niet elke dag. Ik zie meer cabaret. Je bent natuurlijk zwaar verwend geweest met een van de mooiste liederen in de musicalgeschiedenis. Ja. Dit is cabaretesk, dit is Joop Stokkermans, het is toch allemaal wat lichter. Gaat dat je goed af? Ja, ik vind super. Ja, weet je, ik vind het sowieso belangrijk om als je een lied zingt om een verhaal te vertellen. Snap je? Dus of het nou of het heel erg zwaar musical repertoire is of zoals dit. Ik vind het fijn om met een lied een verhaal te vertellen. En hoe verhoudt zich deze nieuwe versie van de Engel van Amsterdam zich dan tot wat je gezien hebt, Soldaat van Oranje en Turks Fruit? Dit is denk ik sowieso meer een studio versie, een lab versie, wat kleiner. En maar verder zie ik wel raakvlakken eigenlijk, met de manier van een verhaal vertellen, een lijn, personages die oprecht worden neergezet en vervolgens wel groot en meeslepend in de zang. Ik denk dat dat wel een beetje past bij de trend van vandaag de dag. Heb je een regievisie? Ben je gestart met een visie op regisseren? Nee, ik ben wel veel geregisseerd, dus ik weet wel
wat prettig is. Dus dat je dingen opschrijft tijdens een scène en niet steeds ho roept. En dan aan het eind van die scène iedereen vertelt van, en als je het nou zo doet en dan weer laat spelen. Dat zijn van die eenvoudige basisdingen. Maar verder is regisseren eigenlijk heel makkelijk. Ik ben de enige, geloof ik, van de hele cast die geen musical award heeft of genomineerd is. Dus ik kijk mijn ogen uit. Het gaat erom om smaak. Dus je kijkt naar iets en denk ja, ik wou dat het een beetje zus of zo was. En dan zeg je, nou kun je het ook zus of zo doen. Dat is eigenlijk alles wat het is. Hoe trekken jullie Niels van der Laan over de streep? Oh, die hoeft helemaal niet over de streep. Niels van der Laan heeft al heel veel gedaan. En toen ik die jongen voor het eerst zag spelen, toen dacht ik, godsamme, die tekstbehandeling van die man. Dat heeft... cabaret en musical, die vergelijking. Ja, ik weet niet, ja, nee, maar wat, ik bedoel, even serieus. Een musical award is heel erg leuk. Maar hier, ik heb hem dan voor Kleine Eefje, maar niet voor deze rol. Nee. En deze rol moet ik nog helemaal creëren en maken en nog doen. Dus dat zegt helemaal niks. Dus Niels, die uit een ander vak komt, ja, die heeft dus geen musical award, want daar zit hij niet in. Maar die komt op zijn manier in dit stuk ook weer heel veel brengen. Dus hij hoeft niet over de streep. Ik denk dat we elkaar samen moeten vinden. En samen over die streep moeten. Toch in het kader van diversiteit is het heel interessant om een vreemde eend in de bijt te hebben in de cast. Wat breng jij mee naar een musical? Ik denk dat ik... wat ik leuk vind, ook hier om te zoeken, is of hoe natuurlijk en hoe echt je kan zijn binnen de vorm van liedjes en af en toe een dans. Hoe aards zo, omdat ik ook de burgemeester speel die een beetje stijfjes is, vind ik het heel leuk om ook qua spel... Het, eigenlijk bijna zo klein mogelijk en heel erg te timen. Eigenlijk alsof het cabaret is, gewoon met zinnetjes weggooien. In plaats van alles. Dat is, vind ik wel leuk om erin te gooien. En dat kleurt nu een beetje naar elkaar toe allemaal. Dat is wel leuk. Zo, dat was dat. Amsterdam heeft zijn crisis gehad. Het liep allemaal weer flink uit de hand. Maar dat hoort bij de lastigste stad van het land. De vraag. Kun je even teruggaan naar die prachtige maand maart? Spring Awakening? Ja, dat was een heel fijn project. Ja. Het was heel tof om te doen. Veel geleerd en veel nieuwe vrienden gemaakt. En ja, Jezus, gewoon. Ik bedoel, ik was ontzettend fan al van die musical. Dat je het mag doen. Dus gewoon, dat was het gewoon. Als je meteen met een ultieme ervaring begint, hoe is de periode erna? Nou ja, ik denk, het maakt niet eens uit. Dat was wel moeilijk. Toch wel? Ja, nou ja, ik bedoel, je mist het gewoon. En de muziek was geweldig. En het was gewoon echt vet om te doen. En naast het feit dat je niet weet wat er dan komt. Dat blijft altijd zo. Maar dan helemaal. Omdat je denkt, oké, dit heb ik gedaan. En nu? En toen wist ik het even niet. Wat er toen kwam. En dat is wel, ja, dat is wel lastig. Hoe lang duurde het voordat je een uitnodiging kreeg om voor Engel van Amsterdam te auditeren? Een paar weken. Oh. Ja, dat lijkt, oh, maar als je dan zo thuis zit en je denkt, ja, dat gaan we nu doen. En dan is dat toch best wel lang van. Blijft spannend. Altijd spannend. Tot het gaatje. Tot zover.